Zo, dames en heren, de tijd is aangekomen om onze jaarlijkse gast aan u voor te stellen. Uw aandacht en uw applaus voor onze Coolen Johnny! Bij mij ook, want dus Gentse Feest kan niet slecht hebben. Gentse Feest is altijd ambiancistisch. Ja. Dat zal wel zijn dan, jongens. Dat kan je vandaag allemaal over de liefde. Dat eerste feest kan ook iets vertellen over mijn liefjes, maar het is niet anders of miserie bij mij, mijn liefjes. Dus het zou kunnen gebeuren dat je morgen vroeg nog zit met mijn miserie. Het zou een beetje op de moment zo intrekken op die manier, dat kan ook niet, hè. Maar ik heb wel iets vrijwijs meegebracht. Ik heb verleden week van mijn moeder mijn kamer moeten opgaan, pas tevreden zijn. Ik heb nog iets wijs gevoeld. Hier, broekje. Maar als dat klein was. Als geen hartstreek, dat is ook wat ouder, ik denk geen zoek van dat goed. Het is voor je kriet klaar, nee, maar dat is dan nu weer niet. Niet is waar als je zo op feest en mensen geen waardeer als kind. Oké, hier iets waar, nu kan ik je kijken bij spijs dan. Ah, ja, hier heb ik nog geschreven. Ja. 14 augustus 2006, was ik juist 7 jaar. Hier, ja, voor goed 7 jaar waren we hier. Mijn papa is weg. Schijnt met een jong mopske. Mijn mama scheidt nu van hem. Mijn papa moet nu in een ander huis gaan wonen, zegt ze. Hij zal ver moeten afdokken, zegt ze. Want mijn mama stempelt. Maar mijn papa stempelt ook. Mijn mama is kwaad op mijn papa. Want ze zegt dat hij bij dat jong mopske geslapen heeft. Maar mijn papa zegt, is niet waar. Bij die ander heb ik niet geslapen. Mijn papa was waarschijnlijk niet moe. Stom. En zo dan ga je zo voelt dat die zeepapa als mijn ouders geskeet zijn. Ja. Hier. 26 september 2006. Ik heb vandaag voor de eerste keer naar papa zijn nieuw huis op bezoek mogen gaan. Was vreselijk. Papa is met mij naar de beesten geweest, op de markt. Stonden veel paarden en koeien. Ik zag veel mannen die op de koe haar gat kletsten en aan de uien voelden. Mijn papa zegt dat ze dat altijd doen als ze dat beest willen kopen. Ik denk dat die meneer die soms bij ons thuis komt, mijn mama wil kopen. Van Robert, met Robert. Maar hier, van Robert. Die meneer die veel bij mama komt, eet eigenlijk Albert. Hij komt nu bij kans elke dag. Mama zegt dat hij haar vreed veel helpt met haar werk. Zij hebben precies veel werk in de slaapkamer. Is waar. Dat moet zwaar werk zijn. Want ik hoor ze veel hijgen en zuchten. Die Albert lijkt mij geen vreed slimme. Ik hoorde hem al een paar keer zeggen, ik kom, ja, ik kom. Dat versta ik niet. En je staat te houden, ik dacht dat ik kom. Gisteren hoorde ik hem zeggen, en dan nu langs achteren. Zij zijn helemaal niet van achteren geweest, want ik heb de trap naar achteren niet horen kraken. Maar nee, ja, zo niet zeven of tevreden, maar dat is... Hoor je, dat is ook een beetje verhaal, want van Sabine de babysit. Ja, dat was vroeger mijn babysit. Als mijn pa en Sabine weggingen, en ik was nog klein, van ik altijd in de babysit Sabine. Eigenlijk was ik er als kind zo'n beetje verliefd op, maar vrijwijs, maar het is niet. Hier.